Ja, we krijgen buitengewoon goede positieve reacties. Het is beloofbaar, hè? Daar ging het om. Het was ons om te doen dat het een toegankelijk plein werd voor alle Hattemers. En we hebben ook een behoorlijke groep gehad die ons heeft begeleid bij dit project. Inwoners die heel kritisch waren geweest. En die hebben gezegd van, joh, dit is gewoon fantastisch. Het ziet er gewoon goed uit, mooi strak. En het is ook nog mooi geworden. Dus tevreden man. Het is de tweede keer dat dit belegd is binnen een paar jaar. De eerste keer waren de kinderkopjes. Daar zijn de inwoners, de begeleidingsgroep vanuit de bewoners zijn er ook bij betrokken geweest. Is dit het eindresultaat van die bespreking? Dit is het eindresultaat zoals de hele besluitvorming heeft plaatsgevonden. Dus de raad die heeft uiteindelijk een keuze gemaakt. Gaan wij de stenen zagen, de keien, of gaan we toch kiezen voor gebakken materiaal? De raad heeft gekozen voor gebakken materiaal en rondom de kerk zijn de keien teruggeplaatst. Maar dan goed. Ja, dat is ook al stukken beter hoor. Je kunt merken dat die voegingen veel beter en strakker erin zitten. En vergeleken met de vorige editie, laat ik zo maar zeggen, is het stukken beter. Ik heb begrepen dat er ook naast de kerk specialisten aan het werk geweest zijn. Ja, we hebben specialistische bedrijven ingehuurd voor onze natuursteen aan te brengen. Het is gewoon een specialisme waar je eigenlijk niet heel veel mensen meer kunnen in Nederland. En België zit heel veel natuursteen. Dus we hebben via ons netwerk en via ons contact hebben wij een Belgisch bedrijf benaderd. Het is ook door Belgische vakmensen gelegd. Oké, ja. Je hebt er misschien meer verstand dan aan Nederlanders. Ja, nee, ik vind het bijzonder mooi en het is te doen zo. Ja. Dus eigenlijk zeg je van, dit had ook wel op het grote plein kunnen liggen? Ja, dat zeker is wel gekund. Ja, daar ben ik van overtuigd. Misschien kunnen we dat de volgende keer weer doen. Ja, ik denk niet dat ze erin trappen. Maar we hebben ook een mooie opleving van een fantastisch mooi plein. Een plein wat heel bewogen is geweest in de afgelopen jaren in Hattem. Waar veel aandacht voor is geweest, veel over geschreven en gezegd en gesproken is. Een plein waar ik toen ik begon als wethouder te horen kreeg van Auken, je hebt een hoofdpijndossier gekregen. Nou, soms heb je er wel wat slapeloze nacht over gehad, maar nog niet heel veel hoofdpijn. Ik ben wel blij dat we vandaag een mooi heugelijk moment hebben dat we kunnen zeggen van dit is opgeleverd. En dat doe ik samen met Rob Albetti, directielid van NTP. Dat is onze aannemer geweest. En we zijn gestart al ver van tevoren. Vlak toen dit college is aangetreden, na de verkiezingen, hebben wij de opdracht gekregen van ga in overleg met bewoners, met de ondernemers, met de binnenstad, om te kijken wat gaan we doen met dit plein. De makkelijkste stap was geweest, klinkers erin en klaar is Kees. Maar we hebben echt samen met de Hattemers, met meer dan 200 Hattemers die continu ons hebben geholpen. Hoe vindt u het nieuwe Marktplein, het plaveisel hier? Nou, ik heb meegedaan in het platform, dus mee bekeken en mee beslist. En het is gewoon geworden zoals ik het hoopte dat het werd. Maar wij vooral erg blij zijn dat er toch nog een heleboel historische keien gebleven zijn. En dit is natuurlijk heel toegankelijk voor iedereen. Dus het is erg verbeterd en het is mooi in de grijze tinten en zo. We zijn begonnen in begin november in stromende regen. En het is ongeveer in stromende regen is het afgerond, behalve deze mooie dag met zon. En misschien tekent zich dat ook wel het project. Ik heb ontzettend veel respect voor de jongens die dag in. En daar staan ze. Volgens mij moet ik eerst eens een hartelijk applaus geven voor de jongens die het hebben opgeleverd. Ja, want in weer en wind stonden ze hier gewoon. Of zaten ze op de knietjes. De boel recht te trekken. Stenen erin te leggen. Ze nu dan eens dus even een balletje gehakt aangeboden. Op een kop koffie vanuit de ondernemers. En ik dank de ondernemers hier op het plein ook. Dat ze goed voor deze mannen hebben gezorgd. Want daarmee is het resultaat op 2 maanden eerder opgeleverd dan wij hadden voorzien. De gemeente die kwam in het voorjaar bij ons. Over een vraag over natuursteen om proefvakken te maken. Ja, die hebben wij opgepakt om bij ons een aantal vakken te maken. Van wat is een mooie gezaagd of niet gezaagde natuursteen. Aansluitend, wij doen de laatste periode heel veel bouwteams. Dus gezamenlijk oppakken met gemeente en met opdrachtgever. En met, als NTP zijnde. Nou, hierin hebben we ook de architect bij betrokken. Daar hebben we gezamenlijk opgepakt en eigenlijk een bestek gemaakt in een hele korte periode. Dat we zodat we in oktober, november aan de gang konden gaan. Nou, toen was het terrassenseizoen eigenlijk gesloten. Nou, daar hebben we in een korte periode voor de kerst hebben we het marktplein gemaakt hier aan de zijkant van de kerk. Dus met de kerst was eigenlijk het marktplein weer beschikbaar. En na de kerst hebben wij het weer opgepakt tot aan heden. En daar hebben we het nu afgerond. We hebben dit gedaan samen met NTP in een bouwteamovereenkomst.
Dat is een manier van aanbesteden dat je samen het ontwerp maakt en ook samen de uitvoering doet. Het is ons erg goed bevallen als gemeente. We hebben daarmee ook het besluit genomen om door te gaan met fase 2. Want dit hele plein is fase 1 van de hele binnenstad. Fase 2 is de Kerkstraat en het hele kernwinkelgebied, maar ook de wallen, eigenlijk de rest van de vesting. Wij gaan nu een mooie symbolische handeling doen. Hè? En dat, we dachten, van, nou, we kunnen een mooie steen erin leggen. Nou, dat is kik leuk. Maar we gaan de zand overgooien. De zand erover. Dat is de symbolische starthandeling en afronding van dit project. Kan ik gooien wat? Moeten we nog een foto maken? Ja. Hey. Dank je. Moet de hele kruiwagen tegen mensen? Ja, ja, ja. Ja, ja. Mooi zo. U bent de voorzitter van de ondernemersvereniging HAVO, had hem geloof ik, hè? Wat vindt u van het plaveisel? Ja, prachtig. Wat, kijk om je heen, wat vind je er zelf van? Ja, kijk, het evenementenseizoen begint nu weer. 1 april mogen de terrassen weer uitgestald worden. En wij zijn samen met Ronde Uit, natuurlijk als partner van Ronde Uit, druk bezig met de evenementenagenda voor dit jaar. En er gaat heel veel gebeuren. Een extra moment dit jaar is 75 jaar herdenking. Dat had een bevrijding op 18 april, dus daar gaat heel veel omheen gebeuren. In de aanloop ernaartoe en de doorloop naar Koningsdag en 4, 5 mei. Dus dat is een extraatje. Dit jaar ook weer het Tinnenfestival, het Dikke Tinnenfestival, ons historische festival. Ja, en dan moeten we de rest van de straten nog op hetzelfde niveau maken de komende jaren als dit voorbeeld. En als dit het voorbeeld is voor de rest, dan denk ik dat we alleen maar blij kunnen zijn. En het weer heeft ook meegeholpen? We hebben in de laatste periode ontzettend veel regen gehad. De zon schijnt nu mooi. Ik had net met de wethouder Auke Schipper erover, dat we voortreffelijk weer hebben bij de oplevering. Maar we hebben eigenlijk vanaf oktober tot en met februari ontzettend veel regen gehad. Waar de maand februari eigenlijk wel de natste periode was sinds 1901. Dus, je had liever een beetje vast gehad? Nee, dit is het mooiste weer. En we hebben het wel getroffen met het weer, laat zo zeggen dat het geen vorst is geweest. Maar we hadden een buffer, dus het doel was voor het terrassenseizoen open. Nou, dat hebben we ruimschoots behaald.